Another motherland is crying. Another brother ends, he's dying. I'm so done seeing my people on the street singing. I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe, please, I can't breathe. Oh. And it keeps coming, when it keeps coming, how do we grieve? Ik druk mijn lippen op elkaar. Hoe kan ik spreken als ik breken moet? Mijn muur van stilte steunt mijn stem om niet te spreken, niet te schreeuwen. Mijn tongval om vooral een algemeen beschaafde Nederlander, nee, een algemeen beschaafde neger te zijn. De witte kruipen in mijn huid. De witte kruipen in mijn huid als het koud is, ergens tussen november en december in. En ze knellen hun knieën in mijn nek en doen dit gewoon voor de lol. Doen mee met de hype, de hypnose, de rondslingerende zwarte vierkantjes. Doen mee met, voor de algoritmes, bepalen van wie ik het meeste ben. Wie mijn meester is, naar wiens baarmoeder moet ik schreeuwen. Naar wiens baarmoeder moet ik schreeuwen als ik in ademnood ben. En zelfs de Karinnen protesteren op het plein met bongo's en conga's alsof het kinderfeestjes zijn. Dat zwarte mensen ertoe doen. En zelfs de zwarten worden woedend op elkaar. En Silicon Valley kijkt op ons neer alsof we petiterige schietgebedjes zijn. Die om kwijtschelding vragen. I can't breathe, please, I can't breathe, and it keeps coming, when it keeps coming, how do we grieve? Oh, I can't breathe, please, officer, I can't breathe, and it keeps coming, when it keeps coming, tell me how do we grieve? Ik zit hier naast Lisette Manessa, slamster, filmmaakster, of toch net afgestudeerd in film, van Brussel. Ja. Klopt, hè? Klopt allemaal. Oké, alright, dat is goed. Ik heb een paar vragen voor u. De eerste is eigenlijk altijd een beetje hetzelfde. En dat is de vraag, hoe ben je begonnen? Ik weet dat nooit zo goed, omdat ik... Zover ik me herinner, bezig was met van alles. En aan het schrijven was en aan het maken was. Dus ik denk als kind in mijn kamer, schrijven in mijn dagboek, de camera van mijn vader pakken, filmpjes maken van alles. Okay. Op die manier, denk ik. Oké, en hoe oud was je toen? Dat weet ik nooit. Dat weet je, oké. Ik weet wel dat ik in groep 3 zat, dus dat is de eerste klas hier. Ja. En dat ik dan... naar mijn moeder toe kwam en ik zei, mama, ik heb een liedje geschreven. Oké, alright. Oké, al heel lang bezig dus. Ja. Oké, mooi. Ja. Alright. En wat is je proces dan? Hoe ga je te werk? Heb je echt gewoon zoiets van, ik schrijf het eruit? Of heb je een bepaalde manier om te schrijven? Ik denk dat bij de teksten die voor mij het belangrijkst zijn, dat ontstaat vanuit eigenlijk... iets wat me misschien dwars zit of iets waar ik lang over nadenk en waar ik dan op broed eigenlijk of zo. Of waar ik gewoon iets waar ik een lange tijd over nadenk en dan ineens begrijp wat ik voel of ineens kan vertalen wat dat is en dan komt die tekst er. Oké. Ja. En dan schrijf je dat er in één keer uit? Meestal eigenlijk wel. Ik schrijf het meestal in stukjes als in andere gedichten erover die al wel over hetzelfde onderwerp gaan, maar nog niet even belangrijk zijn voor mij. Mm-hmm. En dan wanneer ik denk, ik heb het, of zoals wanneer je ineens een betekenis van een woord begrijpt of zo, dan komt het ineens eruit, zoiets. Oké, dat broeit een beetje. Ja. Oké, alright. Ik merk op in je teksten, die gaan veel over pijn en over... sensualiteit of seksualiteit, pijn, seksualiteit en ook racisme, superioriteit.
Is daar een specifieke reden voor? Of is dat echt nu een fout? Of waarom schrijf je daarover? Ik denk dat dat de dingen zijn die mij het meest doen of zo. Mm. En de dingen waar ik persoonlijk meer het meest mee worstel, maar ook in mijn omgeving of in mijn leefwereld dingen zie die ik niet in orde vind of zo. En daarom dat ik daarover schrijf, denk ik. Oké. En wie heeft dat hardste nodig? Vlaanderen, België, Nederland, Rwanda? Wie heeft dat hardste nodig, die teksten die jij schrijft? Van wie schrijf je ze? Mijn kleine zusje, zeg ik altijd. Voor een kleine zusje? Ja, dus dat is, ik heb echt een klein zusje, zij is 11. Maar het is ook een metafoor. Dus voor de meisjes die op mij lijken. Oké, voor de meisjes. Ja. Oké, dat is een mooie. Dat is het beeld dat je in je hoofd hebt als je aan het schrijven bent. Okay. Ja, vooral omdat ik dan als kleinkind was ik met alles bezig. En dan ging ik naar de bibliotheek elke woensdag. En dan kwam ik daar en dan zag ik kasten vol staan met boeken die allemaal niet over mij gingen. Mm. En ik heb ze dan wel allemaal gelezen, maar dat ene boek dat dan wel over mij ging, dat was zo bijzonder. Dus op die manier voor mijn kleine zusje. Oké, mooi. Oké, mooi. Wat bracht je mee en waarom? Oh ja. Ja. Show us, ja, absoluut. Oké, ik was 14 jaar, denk ik. En ik had heel veel gedichten geschreven. En ik zat op Google, ik zat altijd op Google als ik iets nodig had. Hoe word je muzikant? Hoe dit, hoe zus, hoe zo? En dan stelde ik de vraag aan Google, hoe geef ik een boek uit op mijn 14e? Mm-hmm. Oké, alright. Kwam ik op een lijst, uitgeverijen, eigen beheer, et cetera. En dan heb ik een boekje uitgegeven, zonder dat mijn ouders het wisten. Dan kregen ze een telefoontje van de uitgeverij. En er was ineens taart en ik dacht, wat is dit? En ja, jij hebt een boek geschreven, hè? Toen dacht ik, oké, shit. En dus dat boek werd uitgegeven en dat waren 50 gedichten. En toen dacht ik daarna, nee, ik wil het nu beter doen, meer gedichten. En dan op mijn 15e, denk ik, of 16e, ik weet het, ik denk 15e, heb ik dit geschreven, Ademen. Alright. En dan met 200 gedichten en ik was helemaal, ja. 200 gedichten? Kocht een poëet, ja. Oké, je was er al één, denk ik, met 200 gedichten. Ja, nu schrijf ik niet meer zoveel. Oké. Maar, nu schrijf ik niet meer 200 gedichten in één keer, maar toen wel. Maar nu leer je ze wel van buiten, perform je ze. Ja, dat is anders. Ja, ook wel veel werk, hè? Ja. Mooi. Ja, zalig. En je wilt dat aan ons afgeven, aan het letterenhuis afgeven, zodat het thans destijds doorstaat, ja? Is belangrijk, vind je het belangrijk dat materiaal, niet alleen van jou, maar gewoon van verhalenvertellers, sowieso, dat bewaard wordt? Ongetwijfeld, ja. Als je over de bieb bezig bent in representatie, ongetwijfeld. Dan is dat daar wel deel van, hè? Ja. Je weet, dit is jouw doos, ik mag die niet aanraken, het is corona. Je mag die erin steken, die zuurvrij en zo. Okay. Die wordt dan in het archief gestoken, maar die is ook raadpleegbaar voor mensen. Oké. Als jij dat wilt, jij mag dat kiezen, hoe jouw materiaal beschikbaar mag worden of zo. Er zijn wel regels, want die zullen ze u straks wel uitleggen. Okay. Het punt is dat jij nu, jouw boekje, en alles dat jij nog wilt binnenbrengen, eigenlijk bewaard wordt. En je kan er ook altijd iets bij komen steken of iets uit komen halen. Dat is cool. Zo de schuif die niet verloren gaat of zo. Yeah. Ja. Okay. Voilà, dus stik het er anders even in. Dan documenteer. Dan zit dat veilig, voilà. Maar nu, vorig was dat een bundeltje. Dat je met teksten gaan schrijven voor op een podium, effectief. En dat wordt dan opgenomen, zoals we dat net ook hebben gedaan. Ook een manier van capteren. Maar nu ben je zelf. Je bent naar filmschool gegaan. Ja. Je hebt eigenlijk net een bachelor in filmen. Heeft dat iets te maken met slam? Storytelling is... Ja, verhalen vertellen, sowieso. Het is een andere discipline, maar voor mij gaat het vooral om over het verhaal. Dus welk verhaal wil je vertellen? En bijvoorbeeld mijn oma vragen stellen over wat er is gebeurd in Rwanda. Daar kan ik een gedicht over schrijven, maar ik kan het ook net zo goed filmen en dat je het interview bekijkt. En het ligt gewoon aan het verhaal in welke vorm het beste past of zo. Oké. Ga je die twee dan linken, poëzie en film, of is het echt puur een nieuwe manier van verhalen vertellen? Of is dat nog will be decided of zo? Ja, will be decided. Ik zou het wel heel graag willen. Ik weet nog niet hoe, maar ik zou het wel heel graag willen. Oké. Ja. En ook muziek. Dus muziek, film, poëzie. Theater.
theater mogelijk. Oké. Mogelijk. Ja, oké, okay, oké. Okay. Ja. Is goed. En multidisciplinair is mooi dat die door elkaar beginnen stromen. Want er is, terwijl je zegt, dat is het nu even dingen. Maar gaat het ook om het verhaal. Dat komt samen. En al die middelen zijn maar middelen om een verhaal te vertellen. Of zo'n woord is een middel om een verhaal te vertellen. Ja, film inderdaad. Is een middel. Dus oké, ik ben heel benieuwd hoe en sterk dat je die stap neemt, omdat dat in slam wel een hele belangrijke is. Ja. Wij schrijven, wij performen, maar we zijn heel weinig bezig met hoe zet je iets vast. Ja. En dan denken we ook niet na over hoe kunnen we dat nu goed in beeld brengen. Iets kort of krachtig of lang of whatever. Hoe breng je dat verhaal aan? Ja. En dat je er zelf over kan nadenken, gaat volgens mij al een volledig nieuwe wereld op voor ons slammers, spoken word artiesten, want wij kennen dat niet. Dus dank u. Ik heb ook kort geleden een vriendin van mij ontmoet. En zij is een ik weet niet hoe je dat zegt in het Nederlands. Archiveermens, een bibliothecaris. Hoe zeg je dat? Iemand zei het me laatst, maar in het Engels is het archivist. Oké. Een archivaris. Ja, dat was hem. Oké, dus ik heb een vriendin van mij ontmoet en zij is een archivaris. En ze vertelde mij hoe dat gaat. En ik vertelde haar wat ik deed. En dan zei ze, jij bent eigenlijk ook een archivaris. Want de grootste archivaris is iemand die is eigenlijk de gemeenschap. En de verhalen die een gemeenschap heeft en die draag je met je mee als verhalenverteller of als spoken word artiest. En die draag je met je mee en die vertel je. En dat is het archief eigenlijk. En dat vond ik ook een hele mooie manier om naar te kijken. Ja, dat is mooi, hè? Dat de grootste archivaris is de gemeenschap. Ja. Bam, boeia, ja, dat is heel sterk. Ja, en dan mooi. De verhalen die daarin leven. En ja. Ah, cool. Ja. Een vraag. Wat ontbreekt er volgens jou? In film, studies in film en generaal in Vlaanderen anno 2020, wat moet er veranderen? Decolonisatie. Dan moet je gedecoloniseerd. Ja. Oké. Okay. Dus, specifieker? Er zijn gewoon. Dus de filmgeschiedenis is net zoals eigenlijk de geschiedenis gewoon. Mm-hmm. Waarin het verhaal van de witte man wordt verteld. En zijn blik op de wereld, zijn beeld en kader, dat is verteld. En dat is film, dat is geschiedenis, dat is literatuur. En wat er veranderd moet worden is, weet je, die blik mag blijven, maar daarnaast moeten er ook andere blikken zijn. En dan heb je pas de kaart die echt de wereldkaart is. En dat is wat ik heel erg heb gevoeld tijdens mijn filmstudie ook. Dat ik mijn camera op bepaalde perspectieven of bepaalde kaders maakte met mijn camera. Die ongewoon waren. Niet omdat wat te zien werd ongewoon was. Maar omdat degene die achter de camera stond anders keek. En dat had alles te maken met mijn vrouw en het zwart zijn en mijn achtergrond. Dus dat is wat er veranderd moet worden. Mensen moeten hun eigen verhalen gaan vertellen. En die verhalen moeten ook film kunnen zijn en ook Oscars kunnen winnen. Dat. Oké. Okay. Er moet meer ruimte zijn. En de platforms moeten groter, er moeten meer verhalen verteld worden, behalve dat van de witte man. En ook naar geluisterd worden. Ja, en ook naar... Voilà. Ja. Okay. Want dan bijvoorbeeld, ik heb heel vaak lessen gehad waarbij we een hele lijst doornamen met filmmakers. En wanneer het een naam was die voor de witte man moeilijk uit te spreken was, dan voelde het voor mij alsof we die naam helemaal oversloegen. Dus dan was het, oh ja, en deze film is gemaakt, oh ja, en deze. En dan, en oh ja, deze, en dan helemaal uitleggen, en deze, en deze, en deze, oh ja, en deze. Weet je, en dan... Okay. Daar was niet eens ruimte voor. Daar werd niet naar geluisterd, niet naar gekeken. En dat is verkeerd. Ja. Was dat dan anders op school? Nee, dat was op school. Dus ja, maar ik bedoel... Of op de lagere school? Ja, middelbaar bedoel ik. Lager ook, middelbaar. Was dat daar hetzelfde? Had je datzelfde probleem? Dat er eigenlijk... Daar waren de namen er niet eens. Daar had je niet eens de input te geven. Was alleen nog maar... Oké, er moet veel veranderen. Ja, helaas. Voilà. Ja. Absoluut. Daar was ik niet eens me bewust van
dat mijn geschiedenis niet werd verteld. Ik leerde de Nederlandse geschiedenis uit mijn hoofd. Alles, helemaal uit mijn hoofd, 100%. Maar ik had niet door dat er niks over mij ging. Mm. Ja. Okay. Dat zijn eigenlijk de vragen die ik je wou stellen. Tenzij je zelf zoiets hebt van, hey, dit of dit wil ik eigenlijk ook nog meegeven. Het is een archief, hè. Dit wordt eigenlijk ook deel van het archief. Zijn er bepaalde dingen dat je denkt van, hey, anno 2020. Zouden mensen hier ook wel eens over mogen nadenken? Of moeten ze gewoon eens naar je teksten luisteren en je eens opzoeken? Ik weet niet, ik zit te denken aan iets met Rwanda-België geschiedenis of Rwanda-Congo, et cetera, maar ik weet het niet. Oké. Okay. Ja. Dat ze hun Belgische geschiedenis... Pardon. Dat ze hun geschiedenis moeten leren, wil je dan zeggen. En hoe België en Rwanda verbonden zijn, wat er gebeurd is. Ja, omdat we het hebben over archiveren of zo, dat hoort ook bij het archief of zo. Ja. Absoluut. Ja, er is een museum, hè, maar dat is nog altijd te koloniaal om geschiedenis over Rwanda echt te weten te komen en dan te vuren mee zijn. Dus nee, dat is het ook niet. Ja. Nee. Als in de verhalen van de Rwandese, de Congolese en de Burundese die hier in België zijn, maar zeker ook veel breder dan dat, horen ook bij de Europese geschiedenis, horen ook bij de Belgische geschiedenis. En het is heel, heel confronterend om nog steeds heel veel verhalen te horen over, ook heel belangrijk natuurlijk, slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Maar waarom wordt er dan niet gesproken over slachtoffers van kolonisatie, slavernij, als we over Nederland spreken, vooral. En slachtoffers van de genocide in Rwanda. Die zijn net zo belangrijk voor de Europese geschiedenis als de Tweede Wereldoorlog was. Dat vind ik wel heel belangrijk, dat mensen zich dat gaan realiseren. Ja. Know your history. Oké. Okay. Dus daar eindigen we. Know your history. Lisette Manessa. Voilà, dankjewel. Merci om te komen. Merci voor de performance. Merci om jou te laten archiveren. Weet, deze doos die is er altijd voor jou. Er kunnen er zelfs bij komen als jij meer materiaal hebt. Steek ze vol, heel het proces. Dat mensen dat kunnen volgen, dat we dat ook echt weten. Bijvoorbeeld, je hebt ook gedichten over Rwanda en zo. Als je bijvoorbeeld filmpjes hebt, mag je die ook altijd doorsturen. Steek we dat erbij. Okay. Dan is dat ook gearchiveerd, zoals je zegt. Dan is het daar. Jij bent inderdaad een archief van de gemeenschap. Ja. Een archief van de gemeenschap of een archivaris, voilà. Dankjewel, Lisette. Jij bedankt. Dankjewel.